Dan een stukje wandelen richting Lourdes Centrum. De mazzel mag niet bij de kerk en dan gaan we toch even kijken gewoon wat we kunnen zien. Op deze camping staan we. Dus je kan het zien, hij is nog maar een klein paar weken open, twee weken, anderhalf wat is het. Hier is de camping. Daarboven komen we vandaan. Nou, niet helemaal boven. We hebben al een stukje gelopen, maar ik ken er niet de goede route vinden. Nou, we hebben de blaren in onze schoenen. Maar we zijn niet jaloers geweest. Nee, ik weet niet, de hekjes hier op slot. Een of andere route, ik heb denk ik niet goed opgelet. Maar we gaan het zo meteen in de receptie nog een keer vragen. En doen we morgen een tweede poging. Misschien wel op de fiets. Welkom bij Campertrips. Dat zie je haast niet, joh. Dat is niet normaal. Er gaat geen kabelbaan. En wel een bus, maar Mazza mag niet in de bus. Dus, lopen. Een hoop herrie, maar de koeien worden uit de bergen gehaald. Croissants gehaald. Die verkopen ze hier lekker bij de camping vers gebakken. Dus helemaal niet verkeerd. Ik ga gelijk even wat beelden maken. Nou, ik hier toch ben. Het is nog niet zo druk, dus kan ik lekker even filmen. Ja, hier is de receptie. Zomers ook een bistro. Daarachter is zelfs een zwembad. Dat is nu natuurlijk gesloten, omdat de camping gaat bijna dicht. En in het seizoen grillen ze hier ook lekker kippetje. Dat is wel jammer dat ze dat nu niet meer doen. Maar wel heel erg leuk. En kijk. Zelfs een eland hebben ze hier. Ja, bizar hè? Maar geloof het of niet, ik ga even draaien. Want dat is niet de enigste eland. Kijk, hier staat er nog eentje. Ja, die is wel echt heel gaaf. Ik wou dat ik dat kon maken. Kan ik ook wel, denk ik. Maar ik denk dat hij niet zo'n mooie vorm krijgt als deze. Het een beetje mislukt elandje wordt dan. Maar kijk dan. Hoe gaaf gemaakt is dit, hè? Echt tof. Nou, zo gelijk even. Kijk, er komt Jacques hier aan. Het mazzeltje. Het zonnetje komt zo op. Het is nu 8:30. Ah, en er loopt nog een kat. Oh, nou, die peert hem gauw. Die ziet mazzel aankomen, denk ik. Dat is niet zo'n goede combinatie. Kijk, je hebt al lang in de gaten dat mazzel eraan komt. Dat duurt niet lang voordat mazzel het ziet. Staat de kat daar, hè? Ik zag hem niet, maat. Nou, een klein stukje lopen. Camping is al een beetje aan het wakker worden. Kijk dan hoe gaaf, hè. Een gouden man. Ja. Mooie camping. Echt een mooie camping. Alleen douchen was gisteren wat minder. Douchen was bij Shockey lekker warm.
Heet zelfs. Heet. En mij was het allemachtig koud. Mijn haar gleed, de volgende douche was ook koud. De derde douche was begon warm en werd na 2 minuten koud. Dus, nee, niet zo'n succes. Misschien hadden het er weer veel mensen gedoucht gisteren, geen idee. En daar staat de camper. En kijk, daarachter staat in het gele gevaar. Trippy on tour. Te volgen op Instagram. Die hebben onze sticker ook ontworpen. Het is leuk dat we die nou hier treffen. Even lekker eten. Sorry, wat zei je? Zeg, zij heet Hippe, haar bedrijf heet Hippe Printjes. Dus als je, wat, als je wat wil laten maken. Ja. Hippe Printjes. Het ruikt hier ook niet lekker. Azijn of zo. Goed, we gaan even eten. Ik zou nog even laten zien hoe de... Tenminste, ik zou dat niet laten zien. Ik heb veel vragen gekregen over hoe de schapenwachter vastzitten. Dan ga ik even de stoel draaien. Wij doen dat met laakspanners. Dus eentje van bovenaf. En een van de zijkant naar de zijkant. En dan aan elkaar. Zo blijft hij mooi op de stoel zitten. Ja, het is... Ik weet niet of het een fraai gezicht is, maar... Wij ergeren ons er niet aan. Want de stoelen staan toch zo. Dus... Zo maken wij ze vast en dat gaat eigenlijk heel erg goed. Nou, het is vandaag een beetje klusdag. Het is nog koud. Het zonnetje komt gelukkig net over het bergje heen. Dus het gaat mij zo een beetje opwarmen. Het is nog 10 graden, vannacht was het 5. Nou, ik ben even de vuil watertank aan het legen in de losse tank. Even aan het weglopen. Omdat Jacques de was aan het doen is weer. Gisteren natuurlijk ook was gedaan, vandaag weer even berggoed. Dus... En dan doen we nu even de klusjes en dan gaan we vanmiddag kijken of we op de fiets naar Lourdes kunnen gaan. Dan wordt terug hoor, het wordt ook wel pittig. Maar het gaat lekkerder als wandelen, denk ik. Dus, nou, eventjes een beetje huishoudelijke taak. We zijn op de fiets naar beneden gegaan. Er wordt nog wat straks. Hé, Jacques, hallo. Ja. Er wordt zo meteen. Ah, het is 500 meter klimmen, heb ik gedaan. Ja, gedoken. Dat wordt echt... Sport. Ja, we staan hier bij de Sanctuaire de Notre Dame de Lourdes. Op zijn Nederlands gezegd. En mazzel mag hier niet naar binnen. Dus ik ga heel eventjes naar binnen. Eventjes een beetje filmen. En ik weet nog. Kijk, daar staan ze allemaal opgesteld in rijen daar beneden. Daar moet je je opstellen voor de tour, dat je langs de grot mag, volgens mij. Alle talen van de wereld hoor je. Hier beneden is de grot. Ik weet niet of ik het kan filmen. Daar, waar de mensen zitten. Daar staat dus het beeldje. Misschien ga ik vanmiddag nog even naar beneden. Maar kijk, er staat een wachtrij om naar het beeldje te gaan. Kijk. Dus ja. Geen idee of ik daar zin in heb. En misschien is het vanmiddag of vanavond wat rustiger. Maar ik kan nog even een keertje terug gaan. Maar het is wel indrukwekkend om weer te zien dit. Toch, ja, wij vinden het apart om te zien dat zoveel mensen erin opgaan. Hè? Ja, ieder zijn ding. Ja. Maar ik blijf het indrukwekkend. Ik word altijd wel een beetje, ik weet niet, ook weer stil van of zo. Overal heb je kerken, aan de overkant heb je iedereen. En overal zijn kerkdiensten aan de gang. En je hoort echt alle talen van de wereld hoor je hier. Er komen echt van over de hele wereld vandaan de mensen. Maar ja, we gaan... Jacques is nu even een rondje lopen. Ja. En zo meteen even beneden in het dorpje zelf kijken in de stad. Het is jammer, maar wel te begrijpen dat mazzel hier nergens in mag. Ik ga je even wat laten zien. Kijk hier. Staan ze allemaal wat heilige water tanken en flessen en jerrycans en weet ik het wat. Hier zijn we bij
bij de grot. Iedereen raakt de grot aan hier. Er staat een hele file. En ja, is de kathedraal erboven. Dus alles, allemaal souvenirwinkels. Echt niet normaal. Kijk, allemaal flessen water. Beeldjes. De LED-verlichting geeft een beetje disco. Ook mooi gemaakt hoor. Je loopt er eigenlijk zo voorbij, maar... En zo, straat na straat. Helemaal vol. Een mooi kerstval. Alle soorten en maten. Kijk eens. We zijn weer terug. We zijn op de fiets naar boven geklauterd. Op zich nog redelijk te doen. Veel niet tegen. We gaan even lunchen. We gaan even een kippie bakken. En dan heb ik hier op tafel een nieuw apparaat staan. De KDAC 2 Cook 3. 2 Cook 3. Zeggen we dan maar. En nou, we gaan hem eens uitpakken. Hij is uit de tas. Je kan zien, hier kan je dus gewoon op koken, bakken. Dan zit dit er ook bij, dit plaatje. Dus als je een keteltje wil verwarmen. Nou, helemaal perfect. Dus die kan eraf. Je kan hem automatisch aansteken. Dus dat is ook helemaal top. En dan komt Jackie met de stokbrood. Eentje, de laatste. Finito. De laatste. Nou, we wilden er eigenlijk twee. We gaan, kijk, hierachter liggen ook nog platen. En daar kan je dus mee grillen en bakken. En die gaan we nu gebruiken. Dus we gaan deze er even afhalen. En dan de platen erop. Ja. Die eraf. En dan deze erop. Maakt volgens mij niet uit hoor. Hoppa. Een grill en een gewone. Ja. En... Wat ik ook nog ontdekt ergens. Kijk. Even kijken hoor. Hop. Oh, handig. Ja, ik zal hem niet goed hebben denk ik nu. Moeten we nog even kijken. Even uitvogelen. Zo. Nou zo. Ja. Kijk, hoppa. Top, top. En? Last but not least. Twee windschermpjes. Dat is handig. Nou staat er vandaag niet veel wind. Nou. Helemaal top. We gaan de gaslang eraan maken en dan gaan we lekker bakken. Ja. Nou, de snelkoppeling zit eraan. Tenminste, die zit vastgebouwd en daar zit een snelkoppeling aan. Hij staat nog dicht. Nou, we gaan hem even uitproberen. En we zijn begonnen en het zonnetje komt er ook nog even bij. Jacques zit nog in de trui. Ja, die kan wel uit. Die kan wel uit, ja. Nou, genieten jongens. Lekker zo. Hij pruttelt lekker door. Ik heb zojuist op het weerbericht gezien. Dat het zo gaat regenen. Je moet een beetje doorbakken. Nee, ik geloof er niet van. Ja, we zien wel. We zijn helemaal klaar. Hij is weer schoon. En hij gaat mooi in het zakje. Ik haal wel de slang eraf. Anders gaat het zakje niet dicht. Hoppa. Dan mooi in de bodem. En dan hopen we weer een mooi weer.
hebben het gelukkig droog gehouden, maar op het randje denk ik. We lopen net bij de camping, kan je aan de achterkant eruit. Daar heb je het bos in. Er stroomt daar een riviertje. Dus dan gaan we even kijken voor mazzel. En hier kan je ook huisjes huren. Natuurhuisjes. Kijk, dat is wel heel gaaf. Leuk hoor, ja. Ja, dat vind ik echt heel gaaf. Misschien kan ik zo meteen nog wat beter filmen. Ja, dat is gaaf. De achterste is ook heel gaaf. Die kunnen we zo nog even laten zien. Hé, hey, heb je het gevonden, maat? Heb je het lekker gevonden? Ja, wel lekker in het water, hè? Helder, schoon. Ja, zeker. Mooie maat. Een stok voor je. Al koud zijn dat water, denk ik. Echt Pyreneese smeltwater. Ja. Kijk hem wel prachtig hier hoor. Lijkt wel een beetje dat klein, hoe noem je dat, bij Luxemburg? Klein Zwitserland. Ja. Heel gaaf. Ja, is leuk. Jacuzzi staat erbij. Helemaal top. Nou, we struinen hier lekker even verder tussen de kastanjes. Kijken waar we uitkomen. We zijn onder bij de weg aangekomen. Ook een soort watervalletje. Kleintje. Het water ziet er koud uit. Gewoon groen. Groen. Hoe noemen we dat? IJs. IJswater. Ik weet niet of het met de kleur te maken heeft. Inmiddels zijn we onderweg en even bij de Intermarché even wat boodschapjes halen. We zijn richting Pau, of Pau, 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 denk ik dat je zegt op het Frans. Gereden en vanaf Pau gaan we zo meteen de Pyreneeën door. En het is even een nadeel, want het is laaghangende bewolking. Dus ik denk dat we een stuk door de mist, door de bewolking moeten rijden. Dat is wel jammer, want dan kan je eigenlijk niet zulke mooie beelden maken. Ja, misschien komen we er wel boven of trekken het nog een beetje weg. We gaan het zien. We gaan het meemaken. We zijn bijna bij de Pyreneeën. Ben je er klaar voor? We zitten weer voor over. Zit er klaar voor. Ja. Nou, we staan aan de voet, in de voet. Hoe zeg je dat, hè? Aan de voet, hè? Maar we staan er een beetje half in al, kijk. En vanaf hier gaan we echt klimmen. Even pauze, of een bakkie, een mazzeltje doen en dan gaan we er echt in, hè? Sponhut! We zijn in Spanje. Spanje schijnt altijd de zon. Behalve als wij er zijn. Ja. Nu gaan we op weg naar Jaca. En neem de eerste afslag. Daarna bestemming bereikt. Autocaravanas. We zijn in Jaca. En hier is een camperplaats als het goed is. Ga even kijken of de plek is. Ja, misschien ben je
kunnen tanken. Nou, hier staan we op de camperplaats van Jakka. Echt een stadscamperplaats. Maar ja, goed verzorgd door de gemeente, vind ik. En daar is de oude stad. Dan gaan we daar eens even kijken. Loop in het centrum. Waarschijnlijk is het weer... Oh, kijk, de weg naar Santiago staat er ook op. Dat is waarschijnlijk weer siesta. Moeten we even aan wennen nog, hè? Ja, moeten wij weer even omschakelen natuurlijk. Ja joh, het is ook niet zo'n duur, ook niet zo'n duur dagje joh. Ah, wel leuk. Oud stadje is het. We gaan eens even op onderzoek uit. We zijn bij de Citadel. Is ook helaas gesloten. Dus daar kunnen we ook niet in. Nou, we lopen maar even door het centrumpje heen nog. Is de kathedraal de Jakka. Helaas kunnen we er niet in. Dat is jammer. Er zit een deur op slot. Dus we sjokken lekker even verder. Hey, souvenirwinkel. Die is open. En het is... 12 graden. Het is gewoon lekker. Nou, bij de camper was het 18 graden hoor. 18? Gaf hij aan. Oké. Okay. Nou, we hebben het stadje gehad. Tenminste, al heel veel winkeltjes dicht. Maar er gelukkig nog een paar open. Kijk, het is echt aan de rand van de Pyreneeën. Oh, bijzonder om te zien. Nou, het is 5 uur. We gaan nog even een keertje in het oude stadje kijken. Dat is één nadeel. Oude, al die trappen. Oude stadje ligt bovenop, kijk. Ja, Montreuil heen, daar naar boven. Hou weer. We zijn... kijk, ik wil zeggen we zijn onderweg. Maar we zijn in het stadje en de winkels zijn open. Yay. We hebben al wat uitgegeven, een notenkraker gekocht. Dus. We zijn goed bezig. Nou, volgende shoppie. Iglesia, de Notre del Carme, zoiets. Carme? Een kerk, denk ik. De beelden die jullie net zagen, was trouwens de kathedraal waar we vanmiddag liepen, toen die gesloten was. Dus, dat is ook weer apart, hè? Kijk, en hier staan we bij Torre del Reroy. En meer weet ik er niet van. En dit is hem. Toren, midden in de stad. Klaar voor vertrek. Nog even water vullen. Ik doe het met de slang, die rol ik helemaal uit. En er zit hier een hele mooie kraan. En aan de andere kant zit ook een kraan. En daar is je lege plek van je cassette toilet. Kijk, hier gooi je je toilet in, daar spoel je je toilet mee. En we stonden natuurlijk daar met de camper, maar hoeveel mensen hier waterflessen en alles vullen. Waar iedereen zijn toilet staat te lozen, niet normaal. Ja, dat zou ik dus never, nooit niet doen. Daarvoor hebben ze mooi deze gemaakt natuurlijk. Ook hier kan je natuurlijk je toilet onderhangen, maar... Eigenlijk moet er zo'n soort beugel onder, hè? Dat is het beste. Maar ja. Nou, nog even vullen en dan gaan we er vandoor. Dit was het weer voor deze vlog. In de volgende vlog zie je onder andere dit. Bijzondere vogels. En we raken weer eens een keertje verdwaald. Zulke aanwijzingen moeten wij doen. Ja, Ik lees hieruit, je kan linksaf en je kan rechtsaf. Ja, maar dan... Vanaf hier. Als ik daarheen loop, lukt met mijn masters tegen een hek aan. Ja. Dan zullen ze wel daarheen doen, maar ja. We gaan even puzzelen. Dit was het weer voor deze week. Nou, vergeet niet om te liken en een duimpje te geven. Oh, dat is hetzelfde, hè? Een duimpje. En we hebben trouwens, we zijn over de 16.000 open abonnees heen. Dus binnenkort gaan we echt een keertje live. We moeten even kijken wanneer we dat kunnen doen. Als we genoeg data hebben. Maar dat gaan we zeker doen.
Als je een vraag hebt voor de live uitzending, laat het hier alvast onder deze uitzending even. Uitzending, klinkt raar. Onder deze vlog eventjes weten. Dan gaan we die proberen te beantwoorden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. De mazzel!